Welkom bij deze tutorial. Ik ga uitleggen hoe je referentieparts kunt gebruiken in SOLIDWORKS. En een referentiepart is een part waarin je de hoofdvorm van een product tekent en de onderlinge relaties tussen de verschillende parts. Als voorbeeldproduct ga ik een thermostaat gebruiken. En de eerste stap is dat je een referentiepart aanmaakt in SOLIDWORKS. Je begint vaak met een handschets. Dus hier is de handschets van de thermostaat te zien in het topaanzicht. En in de Amerikaanse projectie daaronder afgebeeld het frontaanzicht. En het frontaanzicht is een doorsnede zodat je de interne parts ook goed kunt zien. Vervolgens ga je die handschets importeren in een nieuw SOLIDWORKS part. En dan open je een schets, in dit geval een topaanzicht. En dan teken je een vierkant kader met de hoofdafmetingen. En daar plaats je die handschets in met de feature sketch picture. Nou, hier is zo'n referentie paard te zien. Heet dus ook referentie. En er zijn vier schetsen in zichtbaar in de tree. De handschets van het topaanzicht en de handschets van het frontaanzicht, die zijn wel geïmporteerd, maar nu niet zichtbaar. En dan twee referentieschetsen die nu wel zichtbaar zijn. Zoals ik al zei, bevat zo'n referentiepart de hoofdvorm van het product en de plaats en dimensies van interfaces tussen de parts. Ja, meestal staan er alleen schetsen in en geen 3D-geometrie, hoewel dat op zich wel zou mogen. Ik zal even laten zien in SOLIDWORKS hoe dat er dan uitziet. Dus hier zie je een topaanzicht dat die handschets daarin is geïmporteerd. En als ik die dan even hide, dan zie je vervolgens een referentie aan schets in het topaanzicht. In dit geval heb ik maar een kwart van de contour getekend, want die kan later als je hem gebruikt eenvoudig gespiegeld worden in de y-as en de x-as. Nou, hier is ook een display te zien en twee knopjes die ook gespiegeld kunnen worden in de y-as. Stap 2 is het plaatsen van het referentiepart in een assembly. Nou, hier heb ik een assembly openstaan, SI thermostaat. En dan ga ik via Insert, Existing Part, ga ik dat referentiepart plaatsen. Dus die kan ik nou overal plaatsen, maar als ik hier op het groene vinkje druk, dan wordt die op de origin geplaatst. En dan zie je dat die fixed erin staat. Als ik nu op de rechtermuisknop klik, en dan bij Properties, envelope aan vink, dan weet SOLIDWORKS dat het een referentiepart betreft en dan komt die ook niet op de stuklijst terecht. Dus dan zie je hier in de tree ook dat er een envelope bij zichtbaar is. Dus hier zijn nog een keer die stappen te zien. Dus de eerste stap is je plaatst het part en dan ga je bij de Component Properties, zet je hem op envelope. Goed, de derde stap is dat je dat referentiepart in andere parts gaat gebruiken. Ik heb in deze SI een nieuw part aangemaakt, schaaldeel boven. En dat part is met de drie planes gemeten in de SI. En ik wil nu dat referentiepart gaan gebruiken in dit schaaldeel. En dat kan ik doen door dat part te importeren in het andere part. Dus een part in een part. Het kan niet in de assembly omgeving, maar als ik het part nu open, dan kan ik vervolgens via Insert Part, kan ik dat referentiepart gaan importeren. En bij de transfer wil ik dat alle geometrie wordt meegenomen, behalve Model Dimensions en Hole Wizard. En wat heel belangrijk is, is dat Locate Part aangevinkt staat. Want daarmee kun je namelijk dat referentiepart op de juiste positie zetten in dat schaaldeel. Dus als ik dat vervolgens aanvink, dan zie je hier in de tree, als ik die openklap, zie je onder andere dus de planes van dat referentiepart verschijnen. En dan kan ik hier bijvoorbeeld aangeven dat het frontplane van het referentiepart met het frontplane van dat schaaldeel coincident moet zijn. Nou, die add ik als relatie. En het topplane
met de top lane moeten ook coincident zijn. Dus ook add. En right plane met right plane. Dus dat lijkt een beetje op het meten van een paard in een assembly. Dus hier staan die mates ook in. Dan vind ik het zelf storend als die planes zichtbaar blijven, dus die hide ik even. En dan zie je hieronder dus die verschillende schetsen verschijnen. Dus bijvoorbeeld die referentieschets in het topaanzicht en de referentieschets in het frontaanzicht. Die kun je dus ook gewoon hiden. Nou, als ik nu geometrie wil gebruiken uit zo'n referentiepaard, dan kan ik die geometrie selecteren. Dus in dit geval bijvoorbeeld die constructielijn, de onderste constructielijn van de deelnaad. En nou wil ik daar bijvoorbeeld een plane mee aanmaken. Dan selecteer ik met de Ctrl-toets ook het frontplane. En dan doe ik Insert Reference Geometry Plane. En heeft hij in dit geval een plane aangemaakt wat haaks op die lijn staat. Dus precies op de hoogte van die deelnaad. Ik hide dat plane even en dan geef ik hem de naam plane deelnaad. En dan kan ik daar bijvoorbeeld een schets op starten. En dan wil ik bijvoorbeeld die twee assen overnemen. En een deel van die contour. Dat doe ik met Convert Entity. Nou, die assen, dat moeten natuurlijk constructiegeometrie zijn. Op deze manier neem je dus eigenlijk een nieuwe schetsen. Neem je bepaalde lijnen uit het referentiepaard over. En dat doe je meestal met Convert Entities. Nou, en in dit geval zou ik bijvoorbeeld die contourlijnen vervolgens verder kunnen gaan uitwerken tot een paard. Dus ik zou hem kunnen spiegelen. Ik zou die onderkant nog kunnen spiegelen en dan kan ik daar vervolgens features mee maken. Dus op deze manier gebruik je die geometrie uit het referentiepaard. Als je nou lijnen zou willen toevoegen in dat referentiepaard, dus stel, dan moeten we bijvoorbeeld nog ergens een ander knopje bijkomen. Dan doe je dat door dat referentiepaard weer te openen. Dus ik open dat referentiepaard weer. En dan ga ik bijvoorbeeld die topschets editen. Nou, dan zou het kunnen zijn dat er bijvoorbeeld hier een bepaald knopje bij komt. Die ga ik voor de rest nou niet bematen. En als ik dat paard dan save. En ik open dat schaaldeel boven weer. Dan zie je dat dat referentiepaard wat geplaatst is in dat schaaldeel boven, daar is die cirkel ineens bij verschenen. Dus er is straks maar één paard, namelijk dat referentiepaard, waarin je al die relaties definieert. En vervolgens in alle onderliggende paards, dus bijvoorbeeld het schaaldeel boven of het onderschaaldeel, in al die parts wordt dat referentiepaard geplaatst. Dus er is één plek waar je die interfaces bepaalt. En vervolgens kun je gewoon verder gaan modelleren in de verschillende parts. Dus ik hoef alleen maar in de partomgeving van schaaldeel boven te werken om dat schaaldeel boven te modelleren. Maar ik heb wel alle benodigde referentiegeometrie. Dus zo werk je eigenlijk met referentieparts. Bedankt voor het kijken naar deze tutorial en tot ziens.